Want vindt u dat hier voor fietsers gerealiseerd moet worden? Straks? Een sociaal veilige fietspad. Nou, ik zou een fietstunnel zou voor mij volgens mij de prima oplossing hiervoor zijn. En dat vindt ook de gemeente Raalte. Want de variant met twee tunnels, eentje onder de N35 en eentje onder het spoor door, heeft de voorkeur voorlopig. Maar er zijn ook andere varianten denkbaar op andere locaties. En die heeft de gemeente gisteren aan haar inwoners voorgelegd. Welke het ook wordt, er moet er een gekozen worden. Nou, wat er nu gaat veranderen met het nieuwe knooppunt is dat die fietsverbinding verdwijnt. Dus er moet een nieuwe fietsverbinding komen. En daar gaat het over. Dus het is geen extra fietsverbinding omdat het onveilig is. Maar de huidige fietsverbinding verdwijnt helemaal omdat die niet meer past in de plannen voor dat nieuwe knooppunt. Dus we moeten op zoek naar een nieuwe verbinding. Dat er een nieuwe fietsverbinding moet komen is dus duidelijk. En dat een tunnelvariant de voorkeur heeft ook. Maar de plek staat nog lang niet vast. Er zijn mensen die pleiten voor de aanleg bij knooppunt Bos zelf of verderop bij Raalte Noord richting centrum. De plek waar mensen wonen is meestal bepalend voor hun keuze. Wat voor ons het kortste is, zouden voor mensen vanuit Heino zou het eigenlijk weer een heel eind richting afwijken. Als ze dus bijvoorbeeld naar school zouden moeten of naar de sportvelden, dat zou voor hun een heel eind om zijn. Dus het ligt net aan van welke kant je komt. Dat is het probleem met al deze varianten. Er is geen enkele die zeg maar voor iedereen optimaal is.